6 mei zijn we bij SVV. Waarom zijn we hier vandaag? Schiedams kampioenschap voor eerste elftallen. En wat is dat? Standaard elftallen en een competitie voor de beste van Schiedam. Het is een tijdje weg geweest en het is opnieuw nieuw leven ingeblazen. En waar komt dat idee vandaan? Nou, wij zijn zelf al een tijdje bezig met het horecatoernooi en met het veteranentoernooi. En wat dingetjes aan het organiseren en aan het doen. En toen kwam eigenlijk een beetje contact met Misha. En toen zaten we eigenlijk een beetje te brainen, waarom halen we het Schiedams kampioenschap niet terug? Nou, bij deze zijn we het avontuur gestart en nu hebben we een open loting. En hoe reageren de clubs tegelijk op? Nou, we hebben in ieder geval draagvlak gezocht bij de clubs. Dus er is een mailtje gegaan en contact geweest met de voorzitters, de trainers, de spelers. Nou, iedereen was heel erg positief. Ja, zodoende hebben we alles in gang gezet en nu zijn we hier. Dus we hopen er een Schiedams voetbalfeest weer van te maken. Hoeveel verenigingen doen er mee? 9 clubs. Dus 9 standaard elftallen doen er mee. We hebben nog 7 clubs in Schiedam, maar die hebben ook allemaal zaterdag en zondagafdeling. Ja, en dat kwam in principe mooi uit voor ons. 3 poeltjes van 3. Mij is gevraagd om het woord voor vanavond te nemen. Omdat ik met 2 mensen in de organisatie zit die achter me staan te smijlen, maar niet zo heel erg leuk vinden om te praten. Ja, als ze 10 bieren op hebben, dan gaat dat wel. Dus dat is Ed Molenaar van de Bobelij. Die kennen we allemaal al een beetje. En Misha ken ik van Waterwegsport. Als ik vanuit mijn rol binnen de gemeente spreek, vind ik het heel mooi. Zeker ook als voetballiefhebber, dat zo'n toernooi als dit wordt georganiseerd binnen Schiedam. Ik ondersteun daar ook met name de organisatie en ik hoop ook dat men met name in de toekomst dit weet voort te zetten. En ik wens ook de ploegen die hier allemaal ook aanwezig zijn heel veel succes op 6 juni. Ik heb de eer om vanavond de loting te verrichten in samenwerking met de organisatie. Dus ik voel me zeker wel vereerd om dat vanavond hier te mogen doen. Ik weet dat op 6 juni dan zal de aftrap worden verricht door de burgemeester, de wethouder sport, Nathalie Gouwenleeuw, zal de prijs uitreiken. Ja, dat ik dan hier als consulent sport mag staan om de loting te verrichten, ja, dat geeft me een goed gevoel. Een beetje het blatte gevoel, je moet kijken of het eerlijk gaat? Ja, precies. Ik heb thuis al een beetje geoefend met een kommetje om te kijken hoe dat nou in zijn werk gaat. Maar ik voel me zeker een soort van Sepp Blatter. Wat vind je van de reacties en de opkomst van alle verenigingen? Nou, je ziet het. Behoorlijke opkomst. Ik hoor net dat van alle verenigingen vanuit Schiedam die deelnemen, dat ze aanwezig zijn. Of dat er in ieder geval aanwezigheid is. Dus ja, het zegt zeker iets over hoe het leeft. En dat men dit zeker heel positief, positief ervaart. Dat dit weer wordt georganiseerd. Jij gaat hem openmaken, hè? Nee, leuk. Nog daar eens, hè? PPC op 1. Ketelspaal aan zondag, Fransie. SVDPW. Oké. SVW zondag gaat naar pool 1 en plaats 2. De pool is bekend, als eerste uit de bus. Zin in? Ja, maar we hebben nog een andere opdracht. Dat is aanstaande zaterdag, maar voor de rest vind ik het hartstikke leuk. Ik heb met CWO heb ik natuurlijk 3 jaar met het Vlaanders kampioenschap meegedaan. En als we dat een beetje op dat niveau kunnen tillen, eventueel in de loop der jaren, dan zijn we op een aardige manier bezig. Maar het initiatief is super natuurlijk. Nu zien we de pool met SVV zondag en Ketel Spaan op zaterdag. Makkie? Nee, daardoor geen makkie. Maar wel 2 leuke dingen. SVV, ik ben SVV'er, dus het is altijd leuk om tegen te voetballen. En Ketel Spaan is bij ons kampioen geworden terecht. Zelf heel goed tegen gespeeld bij hun op het terrein, was hij zelf bij. Dus een leuke herkansing om daar wat neer te zetten met zo'n.